Het volgende lijkt ook een nepverhaal, maar dat is echt waar. Een gek gezicht voor de patiënten in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Stuk voor stuk maakten artsen en onderzoekers er vandaag een vrije val van 60 meter. En niet het jaarlijkse bedrijfsuitje, maar wetenschappelijk onderzoek. Ja, het AMC wil namelijk weten of je immuunsysteem zwakker wordt als je onder zware druk, onder zware stress staat. Word je dan dus sneller ziek? Bij dieren is dat aangetoond, maar bij mensen nog nooit. Hoe kun je daar dan beter achter komen dan je eigen personeel te laten bungee jumpen? Zo'n groot mogelijke adrenalinestoot, dat was de bedoeling. 20 jonge artsen en onderzoekers zijn vandaag even zelf proefpersoon. Doodsangst uitstaan voor het goede doel. Alles voor de wetenschap, daar komt het op neer. Klopt de theorie dat je makkelijker ziek wordt als je gestrest bent? Klinkt logisch, maar is nog nooit bewezen. Onderzoekers hopen het antwoord te vinden in het bloed van de jumpende medici. Het klinkt simpel, maar om mensen in een acuut stressmoment te brengen, heb je echt zoiets als dit nodig. Echt zo'n bungee jump of iets wat daarop lijkt. En dat is nog nooit eerder gedaan. Jij staat echt gewoon helemaal alsof er niks aan de hand is. Dat is het ook niet. Ik heb vertrouwen in de techniek, dit soort mooie dingen. Dat is wel een beetje zo. Rajin is de rust zelf. Als onderdeel van het onderzoek mag hij met een kalmeringsmiddel achter de kiezen de lucht in. En dat bevalt hem goed. Ja, zo zou ik graag. Ik blijf er ook op hoor. Ik ga niet meer stoppen met het spul. Normaal gesproken zou de adrenaline nu al volop door zijn lichaam moeten gieren. Als iemand gespannen is, laat de bijnier namelijk stresshormonen vrij. Bij muizen is inmiddels gebleken dat dan het immuunsysteem slechter werkt. Maar wat gebeurt er bij mensen? Ja, ik ga weer rechtsom draaien. Ja? Oh, dit is eng. Dit is eng. Als je daar staat, dan denk je, ik ga nu mijn dood tegemoet springen. En dat, zo reageert je lichaam door. Je begint te schreeuwen. Oh nee. Oh nee. Je voelt alle spieren verstijven en alle adrenaline in je hart tekeer gaan. En je denkt van, waarom doe ik dit? Oh jezus. Wow. Yeah. Oké dan. Ook met kalmeringstabletje blijkt de sprong toch geen eitje. Afschuwelijk. Wat een raar gevoel, jongen. Of het onderzoek geslaagd is, weten we pas zeker over 8 maanden. Of misschien is het niet genoeg stress. Moeten we nog meer stress weten op te wekken. Hoeveel meer stress kun je nog opwekken dan dit? Bungee jumpen zonder koord.